Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij de slotvideo van 2015. Het jaar zit er bijna op. We hebben nog één dag te gaan morgen, het is oudjaar morgen. Oudjaar, hoe noem je het? Ja, nieuwjaar is eigenlijk. Ik zeg altijd nieuwjaar, maar dat is dan fout. Want nieuwjaar is dan op 1 januari. Maar maakt me niks uit, morgen is oudjaarsdag. Vandaag gaan we het even in deze video hebben over een paar dingen die gebeurd zijn afgelopen jaar, die gebeurd zijn recent en wat nog gaat gebeuren in 2016. Laat ik dan beginnen met wat er afgelopen jaar qua hoogtepunten eigenlijk is gebeurd. Januari, 100 abonnees. Rond oktober, ik weet niet, ergens in oktober of september. Einde september, begin oktober hebben we de 200 abonnees. Nu zitten we aan 235. Ik weet niet, volgens mij gaat dat challenge niet meer lukken met die 250. Dat had ik nog een keer eerder gezegd dat het niet meer gaat lukken. Dus helaas, jammer. Maar we weten dat vanaf nu iedere zondag een livestream komt. Dat heb ik al gezegd in een eerdere update, de vorige laatste update van dat ik terug ben gekomen met uploaden, heb ik al uitgelegd wat het nieuwe schema wordt. Ik zal het nog eens uitleggen. Op maandag blijft voor Nolan Disneycraft. Woensdag verplaatsen we No Limits naar daar, dus van vrijdag naar woensdag. Vrijdag komt de nieuwe serie, dat zijn Minecraft Challenges. Dus dat ga ik even uitleggen hoe dat in zijn werking gaat gaan. Ik kan een voorbeeldje geven, ik neem het dan heel vaak op met Funs. Ga ik proberen toch, of ook met andere mensen. Dus willen we wat Skywars. En stel, Funs maakt een kill, moet ik iets eten of drinken. Of Funs maakt, of ik maak een kill, moet Funs eten of drinken. Zo gaat het met iets doen van die zaken, gaan we dus daarin doen. En op zondag gaan we dus live altijd op Twitch van tijd, dat spreken we af. Normaal ga ik het kijken rond 3 uur. Standaard hoe we eens live proberen te gaan. Van 3 uur tot 4 of 5 ligt eraan hoe lang dat ik kan. Als er streams niet kunnen doorgaan, laat ik dat tijdig weten. Dat het bijvoorbeeld weg moet worden, zodat uitgesteld. Dat is eigenlijk dat al. Laat ik even ook gaan praten nu over het recent gebeuren ding in Disney. Want daar is wat gebeurd. Dat is ondertussen wel weer bijgelegd. Maar ik heb het wel verteld in de video van maandag. Maar ik heb er eigenlijk geen details bij gegeven. Ik weet alle details niet. Ik weet wel gewoon, ik kan nu gewoon zeggen wat ik zelf weet. Het was dus kerstavond, donderdag. En ik joinde. En ik doe altijd tap om te kijken welke spelers online zijn. En crewleden, zei ik tegen de crewleden, hoi. En ik zag Mick, Leroy en Jara allemaal online. Maar die waren niet meer paars en groen van crew en admin. Maar die waren blauw. En toen dacht ik van, ze zijn weer grapje aan het uithalen. En toen zo, ja, leuk grapje. Iemand anders zei ook, ja, dat is een grapje, denk ik. Toen zat ik op Teamspeak, stuurde ik naar Britt. Ja, ze maken waarschijnlijk een grapje. Ze Britt zei, ja, dat denk ik ook. Maar eventjes daarna zeiden ze, ja, dan geloven jullie het maar niet. En toen kreeg ik een bericht op Teamspeak. Dacht van, oh, Britt stuurt me iets. Met als Leroy die stuurde, we zijn serieus. En toen dacht ik van, wow. En toen gingen er een paar dingen door mijn hoofd spelen. Onder andere, wat is Disneycraft stopt? Dan heb ik een probleem met die serie, want ik neem dat graag op. Dan ben ik een heel aantal mensen die ken kwijt en bla bla bla. Dan kwam het in mijn hoofd. En toen zei Britt ook, toen zei ik tegen Britt, dit stuurde Leroy mij. En toen zei hij van, what the fuck? En toen, ja, toen was het ook zoiets van, Teamspeak mag niet stoppen. Want als de Teamspeak uitgaat, dan is het gedaan met heel veel mensen te spreken en bla bla bla. Ook al hebben we dan nog Skype, maar Teamspeak, ja, dat is makkelijker. En toen kwamen ze bij ons in het kanaal. Dat waren Leroy, Gio, Pieter, Rens en Mick. Die kwamen bij ons. Gio zei, er was al een tijdje iets. Of ja, Pieter zei, er was al een tijdje. Het is niet jullie schuld dat wij gestopt zijn met ons vijf. De Gio, nee, dat klopt. Er stond eigenlijk een bom, om het zo te zeggen, op springen. En iemand heeft die dus morgen laten ontploffen. En toen dacht ik van, oké, wie is dat? Dat wilde ik eigenlijk wel weten, maar dat weten we nog altijd niet. Het is wel opgelost ondertussen. Ze zijn terug, alle vijf. Er zijn wel wat wijzigingen doorgekomen. En wat belangrijke wijzigingen. Het zijn dingen die heel raar in zijn. Eventjes wennen. Er zijn ook mensen die verwisseld zijn van rang. Ga ik even uitleggen wie en wat. Mick en zo, dat heb ik denk ik, die zijn nog allemaal normaal. Leroy is nog altijd admin. Maar er is iets met Vincent gebeurd. Vincent is crew geworden. In plaats van de algemeen directeur. Leroy is nu algemeen directeur. En Robin is van developer naar directeur van parkzaken. Is hij overgeschakeld. Dus Leroy is nu de algemeen directeur. Robin is een admin geworden. Gio blijft volgens mij wel een admin. Vincent is crew geworden. De nieuwe developer, dat zal Edwin waarschijnlijk worden. Dat is een vriend van Robin. Die was eigenlijk al stage aan het volgen. En er zijn geen mensen weg of bijgekomen. Er zijn ook geen nieuwe vacatures opengegaan. Dat ik weet, momenteel toch niet. Dat is dat. Het belangrijkste is dat de crew terug bij elkaar is. Ze zijn ook gisteren, of niet gisteren, zijn... Ja, voor mij wel gisteren. Het is dinsdag ook opnemen. Ze zijn gisteren, maandag, zijn ze naar de Efteling geweest met 15 man. En het is waarschijnlijk, het is allemaal terug goed. Ik ben blij dat het opgelost is. Want ja, als Disneycraft ging stoppen, dan had ik een serieus probleem met die serie. Dat is het Disneycraft fenomeentje. We hebben de goede dingen gehad, maar ik heb nog meer nieuws. De website die ik ongeveer 6 maanden geleden uit heb, ja niet uitgezet heb, maar hij stond nog op de oude site. Dus als je nu mijn site intikt, djjally.pe.hu,
Ja, dat is niet .be, want dan moet je de domein namelijk kopen. Dus ik heb nu een gratis website. .pe.hu. Zoals dat het zo raar is, maar dat gaat in de toekomst misschien nog wel veranderen naar een ander domeinnaam. Als je daarop komt, staat dat het silent onrouted is. En ook met niks, er is maar één pagina de homepage en meer niet. Ik heb gisteren nog doorgewerkt aan de site en die gaat op 1 januari terug online. Die is weer bijna klaar. Ik ga dadelijk nog eventjes de laatste dingen op punt zetten. Dus de site gaat terug online. Dat is dat. Vanaf de eerste week van school, dus dat is vanaf 4 januari, gaat het nieuwe schema in werking. Vrijdag komt waarschijnlijk gewoon een No Limits aflevering online, op 1 januari dus. En misschien dat we zondag al live gaan. Maar dat gaan we dan wel zien. Ik laat jullie tijdig iets weten als we wel degelijk live gaan. Maar normaal gezien moet dat geen probleem zijn, tenzij ik weg moet. Maar ik laat jullie wel iets weten als we dan wel live gaan. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Ik wil iedereen een fijne oudjaar, een fijn nieuwjaar wensen. Ik denk dat we alles nu wel degelijk gehad hebben. Ik dank jullie voor het kijken naar deze laatste video. Nog een fijne avond en graag tot volgend jaar. Later.